en welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag had ik zin om een Q&A te doen. Dat gaan we zeker weten ook doen, maar eerst is het tijd om eventjes te kijken naar al deze mooie vragen. Vragen waarvan ik denk van, waarom stel je deze vraag? En dat kan natuurlijk bepaalde redenen hebben. Of het is een overbodige vraag die je makkelijk zelf op kan zoeken. Of het is een vraag dat je denkt van, ha, ik wil grappig zijn om in de video te komen door deze vraag te stellen, dan ben ik erg leuk. Of het is gewoon echt een hele domme vraag. Oké, laten we eventjes een paar uitpakken. En begin natuurlijk met de vragen van Twitter. Waarom heet je niet Henk? Nou, het begint al helemaal goed met de eerste vraag. Omdat ik niet Henk heet, welke maat schoenen heb je? Het is maar zo'n vraag waarvan ik denk, waarom wil je dat weten? Ja, dat is hetzelfde als je vraagt hoe lang mijn piemel is. Je weet gewoon dat mijn piemel groot is. Je hoeft niet per se te weten hoe groot. Maar ja, voor de mensen die heel erg geïnteresseerd zijn in wat mijn schoenmaat is, het is 42. Wat was er eerder, het kip of het ei? En dit is maar zo'n vraag in de categorie van, ik wil grappig zijn. Of ik kan gewoon even geen vraag verzinnen. I don't fucking know. Als een poes transgender wordt, wordt die dan een hond? Ik ben niet boos. Ik ben alleen zwaar teleurgesteld. Oh ja, deze vraag vond ik heel erg leuk. Heb je huisdieren? Zo ja, welke? Dat is echt de vraag die met de Nobelprijs meest, wat voor prijs zullen we geven? We geven jou de Nobelprijs van beste quizvraag, meisje, jongetje dat je bent. En we geven jou dit flesje water. Hij is een beetje gebruikt, maar die sturen we naar je toe op. Persoonlijk door mij en Obama afgeleverd bij jou thuis. Dank voor je goede vraag. En hier hebben we een vraag die niet eens echt een vraag is. Want ze vraagt letterlijk cijfer met een vraagteken erachter. Yo, wat de fuck? Op wat moet ik cijfer geven? Moet ik jou een cijfer geven voor je rekenen, voor je spelling, voor je aardrijkskunde? Moet ik een cijfer geven hoe goed je kan koken in de keuken, hoe goed je kan schoonmaken in de keuken, hoe goed je alles af kan wassen in de keuken? Wat voor cijfer wil je hebben? Vertel het me maar. Oh, daar is Jordi weer hoor, met zijn leuke originele grapjes, met hoe oud was je toen je 12 was? Please end my suffering. En de laatste originele vraag gaat naar Timo, met de vraag of het die in de kingdom mag. Leuk man. Leuk origineel grapje. Je hebt nog niet eens op Instagram gekeken, hè? Naar domme vragen, hè? Alright, let's get to the good stuff. En hier hebben we een vraag, en dat is de vraag, wat is je favoriete Pokémon? Dat hebben we misschien al een aantal keren verteld. En als je het zeker wil weten, moet je gewoon mijn Pokémon-series kijken. Staat op mijn kanaal, is hartstikke leuk. Maar ik kan het ook gewoon je eventjes vertellen. Mijn favoriete Pokémon is natuurlijk Luxray. Mijn tweede favoriete Pokémon is Pichu. Ze zitten zeg maar heel erg dicht bij elkaar, maar ik denk dat Luxray toch een tikje boven zet. Het is een fucking katachtige met fucking elektriciteit. Wat wil je nog meer? Dus Luxray is mijn favoriete Pokémon. Wie is je leukste vriend, vriendin die je door YouTube heb leren kennen. Ik heb denk ik niet heel veel vriendinnen gemaakt via YouTube. Maar natuurlijk wel echt ontiegelijk voor vrienden. En dat ik me echt moet denken wie echt het leukste is. Harm, 100% Harm. Sowieso de broekie Harmgar. Nou, sowieso de mensen van de squad. 100%. En stiekem ook de Doorn, want de Doorn is echt een mooie man. Kijk, hier komt de goede vraag. Wat is je favoriete meme? Kijk, dat zijn nou belangrijke vragen die je moet stellen in het leven, jongens. Ik heb toen ook even een opdracht voor jullie. Jullie gaan zo meteen naar beneden toe. Want dan kan je garanderen dat je nu niet beneden zit, want je bent een junk en je zit op je kamer. Ja, zo meteen naar beneden. Naar een van je ouders toe en je vraagt aan een van je ouders, wat is jouw favoriete meme? Dat hoor je gewoon te weten, dat moet je gewoon even vragen. Maar goed, in ieder geval mijn favoriete meme die ik zelf heb gecreëerd, van de drie, want ik heb er zelf met drie gecreëerd. We hebben natuurlijk Hallo Melvin, we hebben de blinde darm van Duncan en we hebben natuurlijk Harmgar. Harmgar is niet echt heel erg lang bezig, dus die valt af. De blinde darm van Duncan is ook echt super grappig, super hilarisch. Wordt op de dag nog steeds grapjes over gemaakt, dus dat is goed. Maar ja, dit gezicht, weet je wel, dit gezicht wat je nu in beeld ziet, dat heeft toch wel een hele generatie veranderd. De blije man met een giet en een fucking ding in zijn hand. Hoe heet zo'n ding ook alweer? Even kijken hoe zo'n ding heet hoor. Een garde. Zo'n ding heet een garde. Kan even niet meer op het woord. Nee, de man die natuurlijk een vergiet op zijn hoofd heeft en een garde in zijn hand en natuurlijk hallo zegt. Hallo. Dat blijft toch wel mijn favoriete meme. En gewoon de all-time favorite meme. Ja, sowieso. Dit is gewoon geen betere meme. Hallo Melvin krijg je nooit overtroffen. Duncan Blinde Darm staat hier, weet je wel, zo goed was die. En Hallo Melvin was way up top there. En sowieso Hallo Melvin, de all-time favorite meme. Hallo. Wat wil ik nog een keer meemaken? Dat is een goede vraag. Sowieso wil ik meer abonnees hebben dan Don. Dan kan ik Don jaloers maken. Dat wil ik meemaken, ja. Ik wil succesvoller zijn dan Don. En even serieus. Wat kan je allemaal nog meemaken? Ik weet wat ik mee wil maken. Ik wil meemaken dat al mijn kijkers, die op het moment kijken, allemaal mijn knuffel kopen. Want dan word ik heel rijk. Ik hou van rijk zijn. Koop mijn knuffels alsjeblieft. En vooruit heb ik eigenlijk geen bijzondere dingen die ik eigenlijk mee wil maken. Precies wel verschijnen. Hier heb ik al een goede vraag. Welk voorwerp behalve een PC heb je nodig in je huis om gelukkig te leven? Nou kijk, als je deze vraag natuurlijk even goed analyseert en even gewoon goed corrigeert hoe nou echt precies die vraag in elkaar zit, wat ze nou precies mee bedoelt om welk voorwerp nou echt perfect zou zijn in je huiskamer, dan ben ik toch eigenlijk wel van overuit dat koop gewoon mijn knuffels jongens alsjeblieft. Koop ze gewoon. Ze zijn gewoon te leuk, oké? Koop ze alsjeblieft. Koop mijn knuffels. Als je je haar in een rare kleur moet verven, welke kleur zou het dan zijn?
Kijk, sowieso groen is kut, omdat ik een green screen heb. Blauw is ook kut, dan zie je eruit als Ronald. Ook heeft hij nu geen blauw haar meer. Wat nou als ik gewoon geel haar neem? Geen blond haar, maar geel haar. Dan zie ik er wel gangster uit, ouwe. Ik ga voor geel haar. Geef me geel haar. Welke anime volg ik op dit moment? Want momenteel heb ik alle anime's afgekeken die ik wou kijken. De laatste drie die ik heb gekeken waren Kiss Sniper. Konosubara Shisekani Shakafakuo. En natuurlijk Kotetsu Jono Kabanari. Die ja. Alle drie hele andere genres. Kiss Sniper gaat over mensen die zich moeten connecten door dat ze allemaal pijn met elkaar delen. De tweede die ik noemde ging over één iemand die dood is gegaan en die de god die uiteindelijk hem naar het afterlife stuurt, neemt hij mee in een videogame of een videowereld. En de laatste is een soort van zombie apocalypse op een trein. Een beetje een Attack on Titan feeling krijg je dan. Maar dat zijn alle drie die ik op het moment allemaal heb gekeken en ik ben op het moment geen nieuw aan het kijken. Maar dat 3-0 wel een van de eerste is die ik ga kijken. Alright, gaan even overschakelen naar de Instagrams. Welke video vond je het leukst om te maken? Nou ja, eigenlijk denk ik wel een 100k special. Als je dit trouwens nog niet hebt gezien, die staat als eerste linkje in de beschrijving. Daar kan je op klikken om te kijken. Het is een 20 minuten short film. Met YouTubers erin, onder andere met Joost, met Milan, met Harren, met Don, met Jeremy, met Melvin, met Pascal. Hoe hebben ze allemaal in één keer opgenoemd? Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, dat is echt een super dope, fucking vette video. En buiten ook nog een behind the scenes video gemaakt. Dat is ook super tof. Daar komt trouwens ook Hallo Melvin vandaan. Hallo! Dus dat vind ik echt een van de leukste video's die ik ooit heb gemaakt. Hoeveel subscribers zou je nog dit jaar willen halen? PS, je bent een super YouTuber. Allereerst bedankt voor het compliment. En dit jaar zou ik wel sowieso meer dan 300.000. Beetje tegen de 350.000 aan willen tikken, ja. Dus ongeveer 100.000 erbij. Dus allemaal abonneren, dankjewel. Wat is je favoriete Nederlandse YouTuber boven de squad? Ik kijk eigenlijk niet heel veel Nederlandse YouTubers. Ik kijk super veel Engelstalig en zo. Maar als ik dan toch echt moet kiezen. Oh ja, ja, wordt sowieso David John Random. Dat is zeg maar die dude die zeg maar de WTF meest maakt. Op dagelijks D natuurlijk. En hij maakt de beste shit. Dus sowieso shout out naar David. Ik wil altijd Spaans praten of Japans. Sowieso Japans. Japan is gewoon een fucking toffe taal. In Spanje kan je de kleren krijgen. Dus 100% Japan. En hier hebben we twee vragen: Jeremy of Joost of Jeremy of Harm. Ze stonden mooi onder elkaar. En mensen zijn te retarded om te weten hoe Jeremy spelt. Dus daarom liet ik het erin. Wie zult er een goede Minecraft PvP server? Join dan de tijdelijke gratis server. Bla 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 bla. Hey Bart, je bent geblokkeerd bij deze alsjeblieft. Ga je Pokémon Go spelen? Dat is een hele goeie. Ik doe dat namelijk wel regelmatig. En als ik dat zeg maar doe, Pokémon Go spelen, dan zet ik het ook heel vaak op Snapchat. Dit is trouwens mijn Snapchat, dus alsjeblieft volg allemaal, dankjewel. Volg me allemaal op Snapchat, dankjewel, dankjewel voor jullie lief. En eigenlijk op Snapchat post ik eigenlijk heel vaak filmpjes dat ik gewoon op onderweg ben of zo, of Pokémon aan het vangen ben. Dus als je dat wil zien, gewoon even kijken, even concloeren. Het is wel leuk, het is wel leuk. Een Q&A opnemen, jongens, is trouwens heel erg moeilijk. Want je komt namelijk echt hele domme vragen tegen. Maar je hebt wel een leuke. Welke vrouwelijke YouTuber vind jij het leuk? Zie deze chick, Marie Digby? Zij is het lekkerste, leukste, fucking hotste chick die ik ooit op YouTube heb gezien. Dus als jullie even heel veel naar haar tweeten en zeggen dat ze me moet volgen allemaal, dankjewel. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Oh, hier is een leuke vraag. Waarom heb je geen vriendin? Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it back cause I'm brown. Het is zo lastig goede vragen te vinden. Als je eens vragen gaat zoals waarom is Coco geel, weet je wel. Zulke vragen kom ik wel tegen. Ik kan hier ook een sectie van maken van 10 vragen die fucking useless zijn, maar dat doe ik jullie niet aan. It's too cringy, too cringy. Of dingen zoals ben je thuisgeboren of in het ziekenhuis? Wat zijn dat voor vragen? Ben ik altijd wel benieuwd naar, weet je wel. Ben je nou echt zo geïnteresseerd in waar ik ben geboren? Zo van dat je echt elke dag na te denken van, zou Link misschien wel thuis zijn geboren of in het ziekenhuis? Vraag ik me nou echt al zo lang af? Nou ja, kan je het zelf nog langer af gaan vragen, want ik geef geen antwoord op die vraag. En zoveel vragen heb ik ooit als wel een keertje in een andere Q&A beantwoord, weet je wel. Trouwens ook een tip voor de volgende Q&A. Kijk eerst alle Q&A video's en stel dan pas je vragen. En ik denk dat het zo'n beetje de Q&A is, want de vragen gaan van dan zeg maar zo gaan ze. Dus bij deze laten we het voor deze enige echte Q&A sessie met de almachtige Poes, de Pews. Dus bij deze wil ik je bedanken voor het kijken naar deze Q&A. Vond je de video leuk? Vraag eens een duimpje omhoog achterlaten. Heb je nou ook vragen van mij? Volg me vooral op Twitter en natuurlijk op Instagram. Maar misschien ooit in de toekomst zal ik weer een nieuwe Q&A opnemen voor jullie. En tot dan elke dag om 7 uur natuurlijk een nieuwe video. En ik zet een mening in. Dat is later, later.
En als je nou ook zo'n mooie knuffel wil kopen, de enige echte Pius, dan kom op deze website en dan klik je op koop nu. www.linktijger.nl en dan bestel je dus zoveel je natuurlijk wilt. Niet al te veel, maar gewoon een paar. En dan klik je op koop nu en dan koop je hem. Dan zit je in de winkelwagen, dan ga je hem bestellen. Dan doe je nu afrekenen en dan is het helemaal klaar. En dan doe je toevoegen en dan klaar. Hoppakee, Facebook inloggen. Gewoon al mijn knuffels kopen, mooi. Mijn knuffels zijn leuk.